Hey mensen van Neecintha, ik ben Jacintha en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag een paar mededelingen voor jullie en een kleine shoplog. Laat ik maar gelijk beginnen bij mededeling 1, wat ik echt super leuk vond. Ik ben namelijk live geweest op televisie. Misschien hebben jullie het al wel voorbij zien komen op mijn Instagram of op mijn Snapchat, maar ik was dus live bij het programma Club Hub. Het was echt een leuke ervaring om dit te mogen meemaken en het was super gezellig met Emma als presentatrice. En ik zou het zo nog weer een keer doen hoor, want het was echt heel leuk. Ik denk dat jullie de aflevering nog wel kunnen vinden op internet om hem terug te kijken. Ik zat in de aflevering van woensdag 21 februari. Om 16:30. Ja, en dan heb ik nog echt een hele leuke mededeling over mijn zus. Ze doet namelijk mee aan een misverkiezing en het zou echt heel tof zijn als jullie allemaal even op haar kunnen stemmen. Ik heb een linkje in deze beschrijving gezet en als je daarop klikt kun je dus op allemaal namen stemmen. En het zou echt super tof zijn als jullie allemaal op Jeanine gaan stemmen. Dat is namelijk mijn zus. Ik hoop echt heel erg dat ze deze titel wint. Als je op haar stemt wint ze dus niet gelijk de hele misverkiezing, maar je hebt ook verschillende titels die je kan winnen als je meedoet met deze misverkiezing. Je kan bijvoorbeeld een titel winnen door zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Of dus met deze stemactie. Degene die de meeste stemmen heeft, wordt dus Miss Popularity of zoiets. Ik hoop echt heel erg dat zij het wordt. Dus het zou echt super tof zijn als jullie allemaal even op haar kunnen stemmen. Ja, en ik denk dat we dan nu maar gaan beginnen met de shoplog. Als allereerst ga ik beginnen met deze sportschoenen van Nike. Ik vind ze echt super mooi. Ik had natuurlijk al wel sportschoenen. Alleen bij mijn ene schoen was de voering aan de binnenkant kapot. En dat schuurde echt heel erg. En dan kan ik echt niet tegen. Dus ik moest wel nieuwe schoenen hebben. En ik heb dus deze mooie zwarte simpele van Nike gekozen. Ze passen eigenlijk overal bij en daarom heb ik ze gekozen. Ja, en daarnaast lopen ze ook echt super lekker. Deze waren €60 en ik heb ze bij de Bristol gekocht. Dan heb ik ook nog dit nieuwe sportshirt gekocht, want ik ga op skivakantie. Als jullie deze video zien zit ik al in Oostenrijk, wat ik echt super leuk vind. Ik ben namelijk nog nooit in Oostenrijk geweest. Ik ski al wel sinds ik 6 ben, maar dat is altijd in Duitsland. Dus ja, ik vind het super leuk dat ik een keer naar Oostenrijk ga. Het is met mijn school. Er hebben 50 mensen zich voor opgegeven, waaronder ik dus met een paar vriendinnen. En ik heb er echt super veel zin in. Maar ja, ik heb dus deze gekocht en deze was €33 bij de Intersport. Dan heb ik nog zo'nzelfde ding, maar dan van Nike en in het zwart. En deze was, even kijken, €55. Ja, best wel duur, maar ik vond hem gewoon heel erg mooi staan. En er waren wel dus een paar die goedkoper waren. En ik zag ook een hele mooie lichtblauwe, alleen die was mij te groot. Dus vandaar dat ik toch maar voor deze gekozen heb. Als ik allemaal t-shirts heb, moet ik er natuurlijk ook een broek bij. Deze heb ik ook van het merk Nike en deze was met 20% korting. Hij was €60, maar volgens mij is die dan nu €48 geweest. En ik had nog een toegoedbon van hun van €15, aangezien ik een keer iets gekocht had en toch weer teruggebracht heb. Maar ik vind deze ook wel heel mooi, want hij is dus niet simpel zwart. Hij heeft hier een patroontje bij je been. En dat vind ik zelf heel origineel. En hij zat gewoon super lekker. Dus vandaar dat ik deze gekocht heb. Hij is echt super handig voor mijn wintersport. Ja, en daarnaast kan ik hem ook gewoon aan als ik ga sporten. Nou, dat waren mijn sportkleren alweer. Maar ik heb dit jaar natuurlijk ook mijn examengala van school. Aangezien ik in mijn examenjaar zit. En daar heb ik al een gala jurk voor gekocht. En nu heb ik dus mijn gala schoenen gekocht. Ik weet niet hoe het winkeltje heet waar ik ze gekocht heb. Maar ik heb deze in Hilversum gekocht. Aangezien ik daar was voor die live televisieshow. Dus ik ben nog even gaan winkelen. En toen vond ik deze super mooie hakken. Ik wilde niet echt een pump die super hoog is of zo. Dus vandaar dat ik deze maar gekocht heb. Ik vind hem echt heel erg mooi. En hij past ook heel erg goed bij mijn jurk. Er zit gewoon een subtiele glitter in. Niet too much. En hij loopt gewoon echt super lekker. Die schoenen waren trouwens €30 en ik wil natuurlijk ook hele mooie oorbellen in. Dus vandaar dat ik deze gekocht heb en deze waren €5. Ja, het zijn eigenlijk best wel simpele oorbellen, maar ik vind ze toch wel echt heel erg mooi. Ja, ik denk dat deze oorbellen mij best wel goed zouden staan. En dan heb ik ook een keer iets anders in dan altijd die gouden kleine ringetjes. Ja, dan zijn we nu alweer aangekomen bij het laatste item. En dat is dit rode shirt van de H&M. Hij is best wel simpel, maar er staat een rode roos in de midden. Hij was €10 en ik vond hem echt heel erg leuk. En de meeste mensen zeggen dat rood mij altijd super goed staat. Dus vandaar dat ik wel blij ben met dit rode shirt. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker niet even op mijn zus Jeanine te stemmen. Daar helpen jullie ons heel erg mee. En als je deze video leuk vond, doe dan vooral even een blauw duimpje omhoog. En abonneren op mijn YouTube kanaal zou ook super leuk zijn, zodat je de volgende video niet mist. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Laat!